Hi iedereen, vandaag wil ik jullie laten zien hoe je gewoon zelf thuis je tanden kan bleken op een redelijk natuurlijke manier. Het is niet 100% natuurlijk, maar het werkt wel. Ik heb al heel veel fora bezocht in Amerika en heel veel mensen schijnen dat te doen en het werkt echt. En het is ook veilig, dus ik ga wel waterstofperoxide gebruiken, maar echt een heel klein beetje en het hoeft niet eens per se. Het kan ook zonder. Nou, dit is dus, ja, heb ik al een aantal keren zo geprobeerd. En ik moet zeggen, het, weet je wel, het bleekt je tanden niet echt heel erg. Dus het wordt niet Hollywood wit of zo. Maar het zorgt er wel voor dat in ieder geval die aanslag verdwijnt. En ik drink zelf heel veel groene thee. Dus ja, elke dag wel een paar koppen. En ik rook dan niet. Maar ik merk toch wel na verloop van tijd dat mijn tanden gewoon weer wat... Ja, wat minder, nou smoezelig wil ik het niet noemen, maar gewoon wat minder wit worden. En als je wel gewoon houdt van een stralende witte lach, zoals ik, dan, ja, dan is het wel leuk om gewoon af en toe een soort opfrisbeurtje te geven aan je tanden. Nou, ik ga in ieder geval nu even laten zien wat je nodig hebt. Een theelepeltje of een klein lepeltje. Een bakje. Gewoon tandpasta. Flesje waterstofperoxide 3%. Dit kun je gewoon kopen bij Ethos. Tenminste, dit is van Ethos huismerk. En tandenborstel. Ik heb even een nieuwe gepakt, gewoon voor de video. En baking soda. En baking soda is niet hetzelfde als bakpoeder of zelfrijzend bakmeel. Het is namelijk sodium bicarbonaat, oftewel natrium bicarbonaat. En ik zal even op... Dit heb ik namelijk uit een Amerikaans winkeltje, maar ik zal even opzoeken hoe dat, of waar je dat in Nederland kan kopen. Het is hier wel gewoon te kopen als het goed is, gewoon bij de apotheek of in de supermarkt misschien ook nog wel. Maar ik ga het nog even voor jullie opzoeken. Maar dit heb je dus nodig voor een DIY tandenbleken. Nou, ik heb geen statief, die staat nog op kantoor, dus het is een beetje lastig. Maar ik heb het even zo gedaan, ik hoop dat het makkelijk te zien is. Wat ik doe als eerste is, dan pak ik de waterstofperoxide en dan doe ik 1 theelepeltje van in het bakje. Zo. Hetzelfde doe ik met de baking soda. Hiervan neem ik 1 afgestreken theelepel en die voeg ik ook toe. Dus aan de waterstofperoxide. Wat ik dan doe is, dan pak ik de tandpasta. Hallo Clarence. Doe ik echt een klein dotje van bij. Gewoon wat je normaal bijvoorbeeld ook op je tandenborstel zou doen. Dit is eigenlijk iets meer. En we doen hier ook nog een klein beetje water bij. Ik heb hier nog een flesje water. Doe ik ook een klein beetje water bij. Eigenlijk een half theelepeltje. Dus echt een paar drupjes. En dit gaan we dan mengen. Zo, dit ga je dan mengen totdat het een beetje een egaal papje is geworden. Het is niet zo dik als tandpasta. Het is een beetje dunner eigenlijk. Dus hier heb ik het. Ik kan het. Als je het pakje schuin houdt, kan je het wat makkelijker zo erin dippen. Dat kon ik net niet doen, want ik heb dus geen statief. Dus dan heb ik het erin gedipt en dan ga je hiermee je tanden poetsen. Door de sodium bicarbonaat smaakt het een beetje zout. En het schuimt ook iets minder, omdat je de tandpasta een beetje verdunt als het ware. Waar je wel op moet letten is dat je dus niet te veel... waterstofperoxide toevoegt. Echt maar een afgestreken eetlepeltje. Of een theelepeltje. Geen eetlepel dus. En mocht je nog een beetje last hebben van gevoelige mond. Want dat kan natuurlijk. Want de een is wat gevoeliger dan de ander. Voeg het dan of niet toe. Dus laat het of helemaal weg. Of voeg gewoon wat minder toe. Nou, dit kan je doen bijvoorbeeld 1 keer per week. Of 1 keer per 2 weken. Om het gewoon eventjes wat op te frissen. Om die aanslag weer een beetje weg te halen. Wat mensen ook doen is een soort mondspoeling maken. Van water en weer die waterstofperoxide. Wat ze dan doen is het 1-op-1 verdunnen. Betekent dat je net zoveel water als waterstofperoxide 3% toevoegt. Dus je pakt bijvoorbeeld een glas. Daar doen dan een klein beetje water in. En een klein beetje waterstofperoxide. Dat meng je dan. En nogmaals, als dit bijvoorbeeld pijn doet aan je mond of zo, neem dan minder waterstofperoxide. Want ja, de een is er gevoelig voor dan de ander. En hiermee ga je dan je mond spoelen alsof het een mondspoeling is. Dus gewoon zo. Het schuimt. Het smaakt niet heel lekker.
Maar gorgelen is dus niet noodzakelijk, omdat ja, het heeft niks met je keel te maken. Je wilt echt alleen bij je tanden. Ik weet niet of je nu al verschil kan zien. Ik heb wel het idee dat het er gewoon wat frisser uitziet nu. Dit moet je niet elke dag doen, want ja, het is gewoon niet per se heel erg goed. Weet je, de mond, aan de binnenkant van je mond is ook gewoon heel erg gevoelig. Plus dat de natrium bicarbonaat ook ervoor kan zorgen. Het zijn natuurlijk hele kleine fijne korreltjes. En dat kan ook een beetje irritatie geven aan je tandvlees. En je tanden zelf ook. En je tanden hebben ook tijd nodig om gewoon dat glazuur weer wat op te bouwen en sterker te maken. Dus ja, doe dit gewoon niet te vaak. Doe het gewoon even één keertje om te kijken hoe het gaat. En wacht dan even 2 weken, doe het dan nog een keertje. En ja, maak voor de gein eens eventjes een voor- en nafoto bijvoorbeeld. Dan kan je een beetje zien of het effect heeft gehad. Ik ga dit in ieder geval wel blijven doen. Want ja, ik lees er zoveel positieve verhalen over op Amerikaanse fora. En ik merk het zelf ook wel gewoon echt. Dat het helpt gewoon om net even die thee-aanslag van mijn tanden te halen. Ja, dat is dus geen natuurlijke manier eigenlijk. Maar het is wel gewoon heel makkelijk om het thuis te doen. En het is ook veel goedkoper dan als je het laat doen bij een tandarts of bij een specialist. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te doen. En als er verder nog vragen zijn, stel ze dan op beautylab.nl. Daar zal ik alles beantwoorden. Daar staat ook gewoon meer informatie en verkooppunten en alles. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Clarence, wat is er dan? Wil je ook je tandjes bleken? Wil je ook je tandjes bleken?